Tijdens de wedstrijd Nederland-Uruguay was de Brink weer helemaal oranje gekleurd. Veel mensen verhalden de tv thuis voor de gezelligheid op de Brink. Horecaondernemers hadden groots uitgepakt door soms wel meerdere tv's per terras buiten te zetten. De spanning was te voelen. Vooral aan het einde was de spanning hoog. Een fluitsignaal van de scheidsrechter voor een overtreding werd door veel mensen gezien als het eindsignaal van de wedstrijd. De menigte was niet meer te houden en de verkoeling werd wederom gezocht in de fontein. De doelpunten van Broncos, Snijder en Robben zorgden voor de 3-2 overwinning op Uruguay. De finale wedstrijd tegen Spanje of Duitsland is zondag te volgen op een groot scherm voor de Waag.